Breda Nu. Je weet het meteen. Beste mensen, mag ik jullie even uitnodigen om naar voren te komen hier? Als de notaris zo hier is, dan gaat hij jullie de sleutels uitreiken. Dat gebeurt even per bouwnummer. Dan krijgen jullie van onze topaannemer aan de steggen, Roosendaal. Ik vind dat ze binnenkort ook eens een keer aan de steggen Breda van moeten maken, overigens. Dan krijgen jullie de verre papieren uitgereikt. Vervolgens gaan we dan met elkaar nog even stilstaan bij het feit dat jullie als buurt hier echt gaan wonen. En ook als buurt verantwoordelijkheid op jullie genomen hebben door het openbaar groen te adopteren. Daarna ga ik het woord geven aan onze wethouder Patrick van Lunteren. En die gaat daarna de openingshandeling verrichten van Hof ter Dreef Prinsenhagen. We beginnen uiteraard met Hof ter Dreef 1. Die bijt het spits af en dat zijn meneer en mevrouw van der Linde van Oosterhout. En daar hebben we een prachtige sleutel voor om hun eigen poort te openen. Dus als jullie naar voren willen komen. Jullie zijn de eerste. Ja. Kijk, yes. Heel mooi. Dankjewel. Sterk nummer 1. Hè? Ja, mooi. Dankjewel. Gefeliciteerd en ik hoop dat jullie het mooi gaan vinden zo meteen. Ja. Dankjewel. Gefeliciteerd jongen. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hier zit hij in de sleutel. Merci. Daar een krabbel zetten en dan straks kijken of die past. Ja, 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 van harte gefeliciteerd allereerst met de sleutel. Het moment natuurlijk lang naar uitgekeken. Eindelijk is hij daar dan. De poort gaat zo open, eindelijk kunnen jullie beginnen. Van harte gefeliciteerd namens mij. Richard heeft net gelukkig iedereen al bedankt. Ik had een hele lijst met namen, maar die hebben gelukkig allemaal al voor mijn weggekaart. Maar ook namens de gemeente, hartelijk dank voor jullie harde inzet en voor wat een geweldige plek is geworden. Want Richard, ja, je zei het net al, het, we 2012 was het. Ik was nog graag en toen kwam voor het eerst een idee voor de ontwikkeling van dit land. Ja, dan ben je nieuwsgierig, krijg je fiets langs. En dat was echt een griebersbende. Een oud café, een kraakpand wat half verrot was. Ja, de buitenruimte zag er niet uit. Echt een plek waar iets moest gebeuren. En ja, op de een of andere manier kan het dan bij de gemeente ook wel snel gaan. Hè? Want het is soms het feit dat projecten heel lang duren. Maar dit is dan zo'n project dat binnen 2 jaar dan ook het bestemmingsplan en al zo aan de slag kan. En, ja, we staan nu 2 jaar later hier en alles staat er al. Hè? Dus, het kan wel, denk ik dan. Hè? Dat, en hoe? Weet je, een prachtige plek. Hartstikke mooi geworden. Voor jullie als bewoners natuurlijk prachtig dat het er al ligt. Hè? Dat je zo meteen met al die nieuwe meubeltjes gewoon je huis in kan. Fantastisch dat het zo gelukt is. Fantastisch, ja. Mag 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, jongens. Zeezand. Kan maar breder. Ik ga wel mee.